Hey, makkelijke spiegel eigenlijk, mijn camera zo. Zo jongens, terug kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik ga morgen zelf douchen. Ja, is morgen. Ik heb mijn vlog te strak online gezet. Dus ja, dat is ook weer gedaan. Mijn outfit voor vandaag, ik zal het even laten zien. Als ik het kan pakken. This one. Deze t-shirt. Wacht, ik kan hier ook nergens zitten, hè. Zelfs mijn camera kan ik nergens zitten. Dus deze t-shirt draag ik vandaag. En deze broek. Zo dan. Dus ja. Dus ja, ik ga me even douchen en dan zie ik jullie zo beter als ik aangekleed ben. Tot ziens. Oh, jullie zien niks. Oh, jullie zien niks. Hallo? Jullie zien niet. Oh, jullie zien niet. Nog niks. Huh? Dus de camera is niet waardig. Oei, eliminate. Dat is spiegel waardig. Je ziet dat rondje van mijn. Je ziet dat rondje van mijn camera staan. Klaar voor het resultaat te zien? Moet niet opkleren. Hallo. Wow. Alleen, jullie hebben die gisteren al gezien, die kleren. Dus waarom moet ik nog zo spannend doen, besef ik nu. Deze kleren, knuffen, mijn haar doen. Dus ja. Mijn kant. Dus ja, doe nou even mijn haar. Let's go. Oh, ik had de verkeerde knop ingedrukt. Oké. Oh ja, muziek moet ik afzetten. Dat zou makkelijk zijn als ik de muziek afzet. My hair. Dat is hier een spiegel. Maar in het echt ziet dat er veel beter uit. Dus ja. Zo ga ik beter kunnen filmen. Ik probeer zo in de spiegel te zien dat ik dat goed film natuurlijk. Want met een scherm zien is dat moeilijker. Maar ja, het is gewoon gelukt. Dus ja. Alleen ik heb wel een probleem dat deze heel de tijd doorzakt. Voilà. Ga beter zijn. Dus ik zie jullie gebied terug, het is bijna een dag. Dus ja, omdat het regent, raak ik nog shell aan. Het is niet zo handig dat er nog shell aan mijn arm hangt. Wat is er ongeveer? Ik zal het eens proberen laten zien dat het nog regent. Jongens, is het nog aan het regenen? Ja, oké. Oh, het is allemaal beter. Die kant ook. Ah, het is het vast aan het regenen. Dus ja. Dus ja. Dat is maar minder dat het aan het regenen is. Je denkt niet in welkom, hè, van bloedbouwbelaar, hè? Nee. Nee. Blijf niet goed zitten. Ach ja, maar niet uit. Ik zie jullie gebied wel terug. Tot ziens. Tjo, jongens. Hallo. Wacht. Ik heb er dus weer op gedrukt. Ik kan weer niet zien. Voilà. Hallo, jongens. Tof dat jullie kijken naar deze vlog. Ik bedoel... Sorry, ik ben wel in de war. Ik bedoel... Dat jullie... Daar kom je op mijn woorden. Ik bedoel... Hallo, ik ben terug. Wat een kutje.
Allee, en dan van tevoren. Allee, midden. Vandaag is het gewoon een chill day geworden. Mijn haar is beenhard, dat is precies hooi. Zie, mijn haar is beenhard geworden. Zo. Maar het is ongeveer blijven liggen hoe dat ik wou. Maar ik zal het er eens uitwassen. Touch het met een kop. Nee, let op hoe dat ik dat ga doen. Ik zet mijn camera hier. Ik pak een handdoek. Even een handdoek pakken, jongens. I have a handdoek. En nu ga ik Michel er zo wat proberen uit te wassen. Dus mijn t-shirt moet ik ook uit doen. Maar ik ga niet nat. Ik ga eigenlijk mijn haar gewoon onder de kraan steken. Ik vind het makkelijker in bad dan aan de bombak, toch? En in bad kan ik mijn haar drogen. Maar aan de bombak loopt alles op de grond. Allee, een bad is groter, dus gemakkelijker. En klinkt holler voor mijn vocht. Beter denk ik zelf. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Dus ja. Dit zou goed. Ja, dat is pas. Ja. Dan zit je uit het niet van boven. Oké, nu is mijn haar terug. Gewoon. Ja, ik heb geen vlog vandaag, dus ik heb nog niet veel opgenomen. Het is al laat. Dus ja, ik denk, ik zal wel mijn haar wassen. Hallo, ik ben mijn haar aan het wassen. Oké. Is dat aan het filmen? Ja, hier. Maar in bad is dat makkelijker dan aan de bombak, want anders maak ik alles nat. Ja, is goed. Dus. Ik ga achter niet uitgaan. Ik weet het. Ik wist dat eigenlijk niet, maar ik zie gewoon, ik weet het. Ik heb nog de grond voor nat te maken. Ah, oké. Okay. Wat is dat hier al nat? Wacht even. Het is mij niet nat. Allee. We zullen eens shampoo in mijn haar doen. Auw. Het is mijn arm altijd overal tegen. Tutorial, hoe was je haar? Nee. Ik heb geen zin voor onder de douche te staan nog, want ja, dan kan ik niet filmen, want dan moet ik me helemaal uitkleden. Nee, dat is geen zicht. Nee. Maar ja, zo gaat het ook. Bah. Zie dat alles er goed uit is, want dan heb ik een probleem. Oh, spijt dat ze nog geen geurdingen hebben. Die zeep riekt zo goed, kijk. Zelfs laten zien welke dat is. Geen sponsor naar deze, maar gewoon dat riekt keigoed. Hey, makkelijke spiegel eigenlijk, mijn camera zo. Ik weet niet wat dat voor geur is, ik zal het je biedt eens laten zien. Maar nu heb ik een groot probleem, hè. Als ik de kraan aanzet, dan gaat dat de zeep in mijn ogen komen. Boeit het.
Dit is echt de raarste vlog dat ik ooit gemaakt heb. Dus dit. Deze is echt de raarste vlog dat ik ooit gemaakt heb. Oh, echt. De zeep gaat. Zeep zit er nog in of waarvoor? Waar zit er nog kabelzeep? Ik ben aan het vloggen, ja, ik moet dat doorhalen, want ik heb maar 8 minuten filmen. Dus ik moet ooit voor een groter kaartje gaan. Ik kan niet misschien 30 minuten filmen. De camera van Enzo komt. Ik heb een oude vlog van Enzo nooit gezien. Met dezelfde camera ongeveer. Allee, op mijn klapscherm, maar dan van Sony. Ik heb een even goede camera. Dus. Dat was hetzelfde allemaal van zijn camera. Misschien stond de micro ergens anders in de rest, maar. Dat is Enzo dat een jaar geleden met die camera heeft gedaan. Dan kan ik dat nu ook met deze camera. Hey jongens, ik weet dat dit. Pijama, dat dit op een pyjama lijkt, maar dat is niet. Dat is gewoon een broek. Allee, dat hoop ik toch. Dat dat gewoon een broek is. Hebben jullie mij ooit al eens... Ja, bij de ochtendvideo. Ik wou zeggen, hebben jullie mij ooit al eens zo'n bril gezien? Ja, misschien ooit wel eens, maar niet lang geleden. Allee, ochtendvideo dus. Oh. Huh? Ah, oké. Okay. Haar helemaal. Ja, het is oké. Hoppa. Mijn haar helemaal schoon. Dus ja, ik zie je biedt wel terug. Tot ziens. Jongens, ik moest even afronden. Mijn camera had gedaan met filmen. Oh, ik dacht dat hem nog niet helemaal uitgezoomd stond. Oh, wacht. Zo gaat beter vloggen zijn. Ik had mijn camera niet helemaal. Ik heb mijn hand niet helemaal uitgetrokken. Dus ja. Ja jongens, nu is het ook beter filmen met mijn klapschermke. En dit is het levende bewijs dat dit een klapscherm heeft. Dus ja, dat heb je al een paar dingen. Jullie moesten mijn haar eens voelen. Kei zacht nu. Dus dat is echt wel goeie. Dus ja, jullie weten wel dat jullie moet gebruiken. Ik ga alsjeblieft opruimen en ik ga me omkleden. Dus dan zie ik jullie alsjeblieft wel terug. Het zal makkelijk zijn dat ik mijn bril opzet. Voilà. En dan zie ik jullie alsjeblieft wel terug. Tot ziens. Tjo jongens. Ik ben terug, maar niet voor lang. Ik ga mijn vlog aandagen. Sorry dat ze binnen in de badkamer vandaag was. Alleen maar shots in de badkamer. Morgen zie ik weer iets anders. Dat zie ik morgen nog wel. Maar ja, tot morgen. Later. Vergeet niet te abonneren. Vind een bladduimpje omhoog doen. Druk ook even op dat belletje naast de abonneerknop. Dat zal me heel blij maken. En sorry dat ik vandaag niet zoveel kunnen vloggen. Allee, wat zie ik nu? Niet ergens anders heb gevlogd. Maar ja, alle vlogs kunnen aan de zee of aan de kust zijn. Heb ik al aan de kust gevlogd? Eigenlijk, we zitten hier aan de zee en ik heb alleen nog maar binnen gevlogd. Hoe stom is dat? Het gaat maakt niet uit. Zie ik jullie al een keer terug. Oeh, Maas. Mijn Maas. Ach ja. Check mijn social media hieronder. Toppie. Op Instagram staan er nog wat foto's.
over ook wie dat gisteren verjaard is. Hebben jullie die nog niet gezien, die foto? Check even. En dan zie ik jullie straks terug. Ah ja, morgen. En ik bedoel, ik heb Project Geo gezien. Top film. Ja, tot morgen. GG out. Ja, ik dacht al, maar ik bedoel, GG out.